Vandaag, 19 juni, is het Wereld Sickle Cell Dag. Deze dag is voor het eerst op 19 juni 2009 herdacht. In het kader hiervan wordt er elk jaar over de hele wereld verschillende bewustwordingscampagnes gehouden. Ook in Suriname wordt er aandacht besteed aan deze dag door de stichting Sickle Anemie en Thalassemie SSCAT onder leiding van John Godrington. Het thema is dit jaar Wear Something Red. Volgens Godrington wordt in Suriname bij deze dag stilgestaan om de mensen die leven met sickle cell en iedereen om ze heen een steuntje in de rug te geven. Het zijn mensen die geboren worden met deze aandoening. Het is eigenlijk een lifetime. We weten dat de levensverwachtingen van deze mensen, het is nu een beetje gestegen, maar u moet bedenken dat jaren geleden zulke mensen 16 tot 18 jaar maximaal werden door een aantal dingen die we hebben gedaan. Weten we nu dat mensen 48, 50, 55 jaar kunnen worden, maar nog steeds eigenlijk te jong? En uh, er zijn een heleboel onderzoekingen die plaatsvinden. En we willen de kwaliteit van het leven van mensen die leven met sikkelcel uh, verbeteren. En dat ze dezelfde levensverwachtingen mogen hebben als ieder ander burger. Codrington zegt verder dat deze aandoening erfelijk is: het wordt namelijk geërfd van de moeder en vader samen. Hij legt verder uit dat iemand met deze aandoening niet altijd of continu ziek is. Op sommige momenten kan de persoon echter hele erge pijnen krijgen. Kunnen hebben ook. Uh, ze kunnen ook uh, ze kunnen uh, botpijnen hebben, ze kunnen uh, uitval krijgen van hun ogen, ze kunnen blind worden, uh, ze kunnen uh, last hebben van... Hun, hun seksuele, niet seksuele drift. Maar we weten bij mannen bijvoorbeeld, jongens die sikkelcel hebben, dat ze onder andere een penis in erectie kunnen krijgen die dan niet teruggaat. En dan lijkt het een beetje interessant, maar het is een zeer pijnlijke bedoeling, wordt preapisme genoemd. Dus overal waar bloed komt, uh, kunnen er problemen ontstaan, omdat die rode bloedcel niet lekker. Rond is uh, bij sikkelcel patiënten. Het heeft dus een, vandaar de naam ook sikkel. Ja. Het is gesikkeld, en waardoor de, uh, hij met andere bloedcellen aan elkaar kan gaan haken, en vervolgens een verstopping kan geven in de verschillende bloedvaten. Ja. En dat kan het zijn in de kleine bloedvaten, het kan ook zijn in de grote bloedvaten. En afhankelijk van waar de verstopping plaatsvindt, kunnen er klachten ontstaan. Ja. En bloed komt door het hele lichaam, dus ja. mensen met sikkelcel kunnen over het hele lichaam klachten krijgen en heel ernstige klachten die, als je dat niet goed aanpakt, ook vroegtijdig helaas kan betekenen dat ze het niet redden. De voorzitter zegt verder dat mensen nu langer leven omdat wetenschappers hebben onderzocht dat een bepaalde kuur de bacteriën kan bestrijden. Om bacteriën, bepaalde bacteriën zijn altijd de, de, de initiators, de, de aanstekers van, van uh, de Klachten die bij sommige patiënten ontstaat, of bij de meeste klachten, dat mensen dus profilactisch, dat wil zeggen, uh, uh, een dosis geven, een onderhoudsdosis, om te voorkomen dat ze die bacterie krijgen. Da Daarnaast hebben we dus ook gezien dat men uh, zaken als foliumzuur, er zijn een aantal vitamines die belangrijk zijn bij de bloedaanmaak, dat als je die dus geeft, dat mensen uh, langer blijven leven en de quality of life improves. Mm. Uh, vocht geven aan de mensen, ze leren hoe ze met stress moeten omgaan. Dat het allemaal uh, positief werkt op de kwaliteit van het leven van deze mensen. Mm. En um, we zien helaas, want wat we in de wereld ook zien, dat wat we noemen early detection is heel belangrijk. Hoe eerder je weet dat je een kind hebt met sikkelcellen, want kort na de geboorte weet je het nog niet. Als moeder en vader. Pas wanneer het kind ouder is dan een jaar, op na twee jaren, dan beginnen mensen te merken, op te merken dat hun kind bijvoorbeeld wat vaker begint te huilen. Heel ernstig huilt en dat er dus verstoppingen zijn die ontstaan. John Codrington, voorzitter van de stichting Sickle Cell Anemie en Thalassemie SSCAT. We spraken met hem over Wereld die vandaag wordt herdacht. Het thema dit jaar is Wear Something Red, om aan te geven dat het om een bloedaandoening gaat.